Hallo allemaal, vandaag ga ik jullie iets vertellen over de vuistregels van de normale verdeling. Eerst eventjes wat de normale verdeling is. De naam is uitstekend. Het gaat over hoe dingen meestal verdeeld zijn, normaal verdeeld. Namelijk veel rondom het gemiddelde, heel weinig daar ver vandaan. Dus heel weinig een stuk kleiner en heel weinig een stuk groter. En heel veel zitten dan dicht rondom het gemiddelde. Bij de normale verdeling hoort ook een wiskundige functie. Die zit in je rekenmachine, daar gaan we later in het hoofdstuk ook echt mee werken. Maar die functie hoef je niet te kennen. Je moet wel een beetje kunnen schatten met de normale verdeling. En dat doen we aan de hand van de vuistregels. De vuistregels is even een makkelijke rekenregel, waar je eigenlijk geen rekenmachine voor nodig hebt. Zodat je toch een soort schatting kan maken over hoeveel procent ergens zit in die verdeling. Die grafiek die erbij hoort, die zie je hier achter me. Dat is een soort bult. Dat wordt ook wel een klokkrommel genoemd, omdat het een ouderwetse kerkklok die vorm heeft. De Gauss-curve wordt ook genoemd. Gauss is de eerste die dit heeft ontdekt. En wat je daaraan ziet onder andere is dat die symmetrisch is. Dus die rechterhelft en de linkerhelft hebben dezelfde vorm. Dus dat is een soort ideale verdeling. In de praktijk komt dat niet echt zo goed voor, maar een heleboel dingen zijn ongeveer normaal verdeeld. Nou, er zijn maar twee getallen nodig om die hele functie te beschrijven. En die zie je hier de tekening aangegeven, maar dat zijn de gemiddelde en standaardafwijking. Daar gebruiken we de Griekse letters mu en sigma voor. Dus het is een soort u met een stokje aan, maar dat is eigenlijk de letter m. En het is een soort ootje met een streepje aan, maar dat is eigenlijk de letter s in het Grieks. Mu en sigma. Gemiddelde en standaardafwijking. Nou, als je dat wil zien in de grafiek, dan zitten ze dus. Nou, gemiddelde, niet zo heel verrassend, precies in het midden. Dus ook echt de mediaan. Het is ook degene die het meest voorkomt, het hoogste in de grafiek. Dus het is ook de modus. Dus dat is het bijzondere van een normale verdeling. Gemiddelde, mediaan en modus zijn allemaal hetzelfde. Nou, die standaardafwijking, dat was die spreidingsmaat die aangaf hoe het verdeeld is. Hoe ver ze er vandaan zitten, de meeste getallen, of niet? Nou, die heb ik hier aangegeven, dat zijn maar ongeveer, nou, grofweg, de halve breedte op nou, ongeveer deze hoogte. Kun je niet zo echt uit de grafiek zo aflezen, dus die zal gegeven moeten zijn. Maar is dus eigenlijk, het geeft eigenlijk aan hoe breed die piek is. Als die sigma kleiner is, dan zit dus alles veel dichter rondom dat gemiddelde. En dan wijken getallen heel weinig af. Nou, wat ik kan doen bij die grafiek, is die verdelen in 6 gebieden met behulp van mu en sigma. Doordat ik dus vanuit het gemiddelde 1 sigma of 2 sigma vooruit ga, of 1 sigma of 2 sigma terug. En dan verdeel ik hem dus in gebieden. Het eerste wat ik ga doen is ik ga plus en min 1 sigma lopen, dan krijg ik dit gebied van, wat hier tussen zit. En wat ik nou kan zeggen is dat in dit gebied zit natuurlijk een groot deel van de oppervlakte onder die grafiek. Dat betekent dus ook een groot deel van de verdeling, wat er normaal verdeeld is, lengtes, gewichten, wat dan ook, zit hier tussen. Dus zit minder dan 1 standaardafwijking van het gemiddelde vandaan. En dat is ongeveer 68%. Uiteraard snap je dat als ik breder ga kijken, hoeveel er dan tussen zit, ja, dan zit er steeds meer tussen. Dus zou ik helemaal naar ja, plus oneindig gaan, wiskundig natuurlijk. Plus oneindig, maar in het echt zou je een groot getal nemen aan de rechterkant. Of helemaal naar min oneindig. En alles ertussen bekijken, ja, dan moet ik 100% hebben. Maar dat doen we niet. We gaan nog 1 standaardafwijking naar voren. Dus hier zit mu plus 2 sigma. Hier zit mu min 2 sigma. En hier tussen, dus in dit gedeelte zo. Zo. Daar zit 95%. Dus heb je bijna alles te pakken. Ja, dus in die staartjes, daar zit nog de resterende 5%. Nou, wat je hiermee kan doen is, je kan allerlei schattingen geven over hoeveel er bijvoorbeeld in dit gebiedje zit, of in dit gebiedje, of in dat staartje, of wat dan ook. Voor allerlei combinaties van die stukken die je daaronder de grafiek hebt, kun je dus eigenlijk een soort schatting geven hoeveel procent er zit. Alleen maar met deze twee getallen. Dus de vuistregels, de twee vuistregels zijn in het gebiedje van nu min 1 sigma naar nu plus 1 sigma, zit 68%. En in het gebiedje mu min 2 sigma, mu plus 2 sigma, zit 95%. En dit is een intervalnotatie, dus van tot. Nou, ik kan het gebruiken en ik kan dan ook wat zeggen over wat er bijvoorbeeld hier zit. Denk even na, dit is symmetrisch. In dit stuk zit 68%, dus in ieder van die stukken zit de helft, 34%. Als hier tussen 95% zit, dan zit daar buiten dus de resterende 5%.
ook weer symmetrisch, dus hier in dit stukje zit, hè, van hier naar helemaal naar midden naar einde, zit 2,5%. En daar ook. Dan kun je ook kijken, van, ja, wat zit er dan dus hier? Nou, even nadenken. Als er dus hier 95% zit, en dit is 68, dan zitten deze twee gebieden samen nog 27. Dat is het verschil tussen 68 en 95. Als dit samen 27 is, dan is ieder in deze gebieden de helft ervan, 13,5%. Nou, die percentages die kun je dus ook proberen te onthouden, dat mag natuurlijk. Dus in dit gebiedje zo, zit 34%. In dit gebiedje zit 13,5%. En hier, ja, en dat loopt eigenlijk die kant op helemaal door, zit nog 2,5%. En uiteraard aan de andere kant hetzelfde. En zo kun je dus eigenlijk met behulp van deze percentages makkelijk een schatting geven. Dus als je bijvoorbeeld weet dat iets normaal verdeeld is en we hebben een mu hier van 120, hè, dit is mu hier en zo, en we weten bijvoorbeeld de sigma is 20, en ik ga kijken zo, hier zitten we dus bij 140 en hier bij 160, dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, nou, kan ik zo verdelen in stukken met stappen van de mu, en dan kan de vraag zijn, hoeveel hebben er een afmeting van dit onder de 100. Dus hoeveel kan er dan 100 van de vraag zijn? Dus dat is dit gebied. Helemaal. Ja. Hoeveel procent zit daar? Dan kijk maar even naar je plaatje. Even kijken. Dat is dus dit gebied zo. Alles wat daar links van zit. Nou, dus deze is ook 13,5. Die is ook 2,5. Dat is samen 16%. Dus je kunt zeggen, nou, dat is 16%. En dat is natuurlijk een benadering. Ja, die vuistregels, dat geeft een soort schattingsregels om eigenlijk een beetje een idee te krijgen hoeveel procent in bepaalde gebieden zit. Dit kun je toepassen bij een aantal van de opgaven. Let op bij de toets. Als er wordt gevraagd te berekenen met behulp van de vuistregels, moet je het zo doen. Later gaan we leren hoe we het exact kunnen berekenen met de rekenmachine. Krijg je iets betere getallen. Maar dan zul je zien, die 68 en 95 zijn best wel goed. Ja, succes!